Hallo, in deze video ga ik je laten zien hoe je een automatische raamopener kan plaatsen in een tuinkas. Voor deze raamopener heb je geen stroom nodig. Deze werkt namelijk door deze cilinder. In deze cilinder zit een vloeistof en die vloeistof die zet uit op het moment dat het warm wordt en die krimpt weer op het moment dat het koud wordt. En hierdoor gaat je raam automatisch open en dicht. Wat heb je nodig voor het plaatsen van deze raamopener? Allereerst een platte schroevendraaier en een dopsleutel tot 10. De eerste stap is de cilinder door het schroefdraad te steken en in het daarvoor bestemde gaatje te duwen. Hierdoor zie je een klein gaatje ontstaan waar je een splitpennetje in kan doen. Die druk ik er op deze manier zo in. Je ziet hier de oude raamopener die standaard met de kast was meegeleverd. Deze laat ik hier wel zitten. Ik zet de nieuwe raamopener er gewoon naast. Dan kunnen we in geval van nood ook het raam nog gewoon handmatig openen. Omdat het nu warm weer is, staat de raamopener eigenlijk al een beetje in positie dat hij open blijft staan. Daarom zet ik het raam even een stukje open, dan kan ik hem hier makkelijk in het schroefhulsje draaien. En hiermee kan ik hem mooi vastzetten. Hiermee kan ik hem achteraf ook nog ietsje stellen. Je ziet nu, als ik de oude raamopener eraf haal, dat hij automatisch open blijft staan. Hij staat nu dus in deze stand. Mocht het nou nog warmer worden, dan gaat hij vanzelf omhoog. Mocht het nou weer kouder worden, dan gaat hij vanzelf weer omlaag. De automatische raamopener hangt nu. Mocht je nou in de wintermaanden je kast willen gaan verwarmen en je wil niet dat die warmte ontsnapt doordat het raam automatisch open gaat, kun je eventueel de cilinder ietsjes terugdraaien en dan vervolgens dit bandje om de beugel heen doen. Dan voorkom je dat het raam automatisch open gaat en dat de beugel gaat klapperen tegen het glas aan. Maar voor nu laat ik hem nog even open, want het is al warm zat zo. Wil jij nou meer weten over deze automatische raamopener of andere accessoires voor je tuinkas? Ga dan naar gadero.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.